Wim Milstegen, was het die 800 kilometer uit Frankrijk waard? Absoluut, absoluut. Ja, leuk om de jongens weer te zien. Spelers natuurlijk, blijft het gewoon heerlijk. En mooi weer, lekker veld, wat ben je nog meer. Dadelijk hoop ik een mooie wedstrijd. Maar het is leuk om al die gasten weer te zien en daar kom ik eigenlijk voor terug. Valt het tegen om ook weer zo over dat veld te dartelen? Nou, ik heb de afgelopen 2 jaar wat weinig gedaan. En dan merk je gewoon dat je wel even wat conditie kwijtraakt. Maar ja, als je een beetje in positie blijft wat we deden achterin, dan gaat het prima. En je helpt elkaar. En één doelpuntje maar. Was buitenspel, zegt hij. Maar ja, maakt niet uit. Het blijft leuk om onder elkaar gewoon lekker te spelen. Oh, absoluut, absoluut. Dat is eigenlijk het mooiste. Ik bedoel, hoe oud je bent, maakt niet uit. Pietje de Vries is nog ouder. Die blijft ook lekker fit. Dus dat is ook goed. Je moet bezig blijven. Je spart er nog wel een beetje vanuit Frankrijk? Ja, jammer genoeg naar de eerste divisie natuurlijk. Maar ik hoop dat ze toch weer terugkomen. Ze hebben nu voor de eerste periode, dus ze mogen in de na-competitie. Twente is denk ik net iets te ver weg. Maar ik hoop dat ze het in ieder geval weer redden. Dat zou mooi zijn. We horen thuis in de Eredivisie. Volgens mij gaan ze nog een rondje of 5-6 uitlopen. Ja, nou, dacht het niet. Maar gewoon even misschien polsgymnastiek of zo. Even, maar nee, dat gaat goed komen. Helemaal.